Wat je wel ziet, en dat is wel uitzonderlijk, is dat Rutte erop reageert. Uh, en dat duidt weer, uh, als je dan toch gaat speculeren, uh, kun je je voorstellen dat dat uh, iets binnen de VVD betekent. Dat er een soort van onvrede is over hoe er nu ge gewerkt wordt richting een oplossing door Jezilius. Mm -hmm. uh, en dat uh, Rutte zoiets heeft van, ja dit is eigenlijk, uh, weet je wel met wie je aan het onderhandelen bent? Dat ga ik toch eventjes accentueren hier. De anti israëlische demonstraties bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam leverden ook gisteren nog veel onrust op. Geert Wilders verweet op X de Amsterdamse burgemeester Halsema dat ze omwille van politieke opvattingen de protesten dicht bij het museum toestond. Het leverde hem een digitale oorveeg op van demissionair premier Rutte die Wilders voorhield dat burgemeesters nooit politiek bedrijven bij het handhaven van de openbare orde. Bart, jij hebt je erg over deze tweet van Wilders verwonderd. Waarom? Nou ja, ik heb me erover verwonderd. Omdat uh, het het zoveelste voorbeeld is van iemand die uh, een proces ja, um, probeert te traineren. Of in ieder geval iets probeert te doen uh, wat uh, het proces um, uh, bemoeilijkt. Um, Je bedoelt het formatieproces? Het formatieproces. En uh, ik kan me voorstellen dat dat intentioneel is. Maar ja, dat weten we niet. Um, dus je weet, je weet niet precies uh, wat de achterliggende gedachte is bij, uh, bij Wilders. Wat je wel ziet, en dat is wel uitzonderlijk, is dat Rutte erop reageert. Uh, en dat duidt weer, uh, als je dan toch gaat speculeren, uh, kun je je voorstellen dat dat uh, iets binnen de VVD betekent: dat er een soort van onvrede is over hoe er nu ge gewerkt wordt richting. Een oplossing door Jazilkus. Mm -hmm. uh, en dat uh, Rutte zoiets heeft van: ja, dit is eigenlijk. Uh, weet je wel met wie je aan het onderhandelen bent? Dat ga ik toch eventjes accentueren hier. Dus jij denkt een tweestrijd te zien tussen Jazilkus en Wilders. Nou ja, als je... het gaat om de houding van de VVD in het formatieproces. Heerlijk hè? Ja, nee, dat. Uh, kijk. Uh, het deel waarin Wilders tweet uh, dat hij zich uh, ergert aan uh, de burgemeester van Amsterdam als een extreem linkse dame. Uh, dat is eigenlijk niet zo heel ver verrassend. Want dat doet hij al jaren met enige regelmaat. Uh, dat hij misschien niet de intentie heeft om dit hele proces uh, uh, soepel te laten verlopen, hebben we ook al op eerdere momenten dit jaar gezien. Wat mij opviel als nieuw, mm -hmm. was dat uh, de premier of de demissionair premier zich ermee ging bemoeien. Uh, dat was wel opvallend. Ja. Aron, ben jij het eens met Ward? Ja. In dit geval, dat was het. Nee. nee, 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 maar ik, ik, ik denk dus. Ja, ik denk, ja, we zijn aan het speculeren, inderdaad. Maar ik denk toch heus wel dat het in, intentioneel is. Inderdaad, Wilders gebruikt heel vaak dit soort momenten om inderdaad zelf iets anders uh, aan te jagen. Mm -hmm. En ik denk dat hij zich uh, enerzijds heel erg gesterkt voelt door het feit dat hij nu op, wat is het, 49 zetel staat. Uh, in de peilingen en denkt, weet je, ik kan toch overal mee wegkomen. En inderdaad, we zijn nu bezig met die gesprekken, maar hè, uh, ik loop aan kop. Dus ze zullen toch met mij moeten dealen. En al anderzijds die tweets de wereld in sturen. om inderdaad ook zijn achterban daarin te te houden. Mm -hmm. Die wil dit van hem. Die wil dat hij zo ja. uh, gaat zitten jennen en, 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 en links blijft afzeiken. En, 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 dus ik denk dat voor hem kan dat heel goed naast elkaar bestaan. Mm -hmm. Dat is niet wat, wat denk ik nee. wij van hem Maar een dan zo'n oorveeg maar... van de premier. Ja. Onder het account ook van de premier, want Mark Rutte heeft ja. er twee. Hij heeft er ook ja. gewoon eentje als Mark Rutte van de VVD. Ja, maar ondertekende wel met Mark. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar denk jij ook dat hij probeert het formatieproces te traineren, Wilders? Ja, hij is ook een beetje on his way out toch? Dus hij denkt misschien ook, ja, dan ga ik gewoon reageren. Het zal mijn tijd wel duren. Dan. Dat het er op de crisisafdeling in de gesloten jeugdzorg erg aan toe gaat, wisten we eigenlijk al. Talloze journalisten en onderzoekers trokken er al eerder eens over aan de bel. Ze schreven over jongeren die in isoleercellen worden geplaatst. uit zelfbescherming en die uiteindelijk. mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.